Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Ark Survival Evolved. Zo, je ziet staat het kampvuurtje aan en de furnace. In het kampvuur zit gewoon hout, want ik moet namelijk charcoal hebben, voor zover ik weet. Ik heb namelijk even gekeken hoe je dyes kunt maken. En een dye is dus gewoon een kleurstof, zeg maar, waarmee je je zadel kunt kleuren, je eventuele wapens en je huis. Dus je een paintbrush hebt, nou die hebben we ook. Dus wat ik wil gaan maken zijn wat dyes. Daarvoor ben je ook een waterskin nodig. En die waterskin gaat weg. Dus ik ben bijna level up, dus dat scheelt. Want ik heb net niet genoeg punten om een waterskin te leren, zeg maar, om dat te maken. Dus gauw zo level up zijn, ga ik de waterskin leren, zodat we die kunnen maken. We gaan nu allereerst iets doen wat mensen echt al heel vaak roepen dat ik moet doen. En ik ook wel heel vaak heb gedaan, maar jullie gewoon nooit heb laten zien. Ik moet namelijk met de trike... Moet ik besjes kapot maken. Oh ja, en Charmander is terug, want ik heb de save game gereset. Maar dat was al wat duidelijk. Kijk, dus laat één keer met deze langzame meneer. Dan moet je kijken hoeveel fucking berries je krijgt. Ik heb dit vaker gebruikt, ook tegen bomen en dergelijke. En het werkt allemaal prima. Maar jullie wilden het wel graag zien. Of nou, heel veel mensen zeiden van je moet dit doen. En nou doe ik het eens een keer. Dan zien jullie het ook een keertje. En dat werkt super goed zoals je ziet. Je krijgt er belachelijk veel berries bij. Dus dat is perfect. Hij heeft geen stamina meer op dit moment. Helemaal prima. Ban je gewoon even casual door naar nog wat meer dingen. Want je moet namelijk ook heel veel besjes hebben om de paint te maken. En je moet dus een waterskin hebben die gevuld is. En dan charcoal en dan 30 seconden wachten of zo als het goed is. En dan heb je je kleurstof. En dan kunnen we dus elk zadel mee kleuren. Armor, wapens, zoals die speer bijvoorbeeld. En ik heb ooit in een video een speer gezien die was helemaal zwart met een rode punt. En dat zag er fucking awesome uit. Het zag eruit als een soort lightsaber. En dat wil ik op zich ook wel maken. Dus dat zal met narco berries en tinto berries zijn. En daarnaast wil ik ons huis ook wel even painten. Want dat hebben ze ook geüpdate. En zo haal ik trouwens ook heel vaak thatch en... Nou ja, wood niet zo heel veel. Voornamelijk thatch. Haal ik ook met trikey op. En ja, normaal zien jullie dat nooit, zeg maar. Dus... Denk, nou, weet je wat, voor deze keer laat ik het even zien. Is iedereen blij. En dan gaan we nu naar de cooking pot toe. Ook al kan ik nog geen waterskins maken. Maar we gaan eerst maar even een waterskin die we hebben even opofferen. Dit nog meetikken. Oh, Charmander. Doe Charmander. Flikker hem hier wel neer. Prima, we stappen eraf. Even... Take all from inventory. Ja, behalve de tinto berries, anders heeft hij geen eten meer. En we hebben wel genoeg aan bijna 100 tinto berries, lijkt mij. Voor de rest is er niet echt iets veranderd. Mooi, we zijn level up. Nou, dat is perfecte timing, dankjewel game. Waar gaan we voor? We gaan voor movement speed. Stamina, oxygen. Ik wil iets meer, want de planning is eigenlijk... We gaan dit even leren. De planning is eigenlijk om een megalodon te gaan tamen. In eerste instantie zou voor mij nu de update uit zijn. Want die zou vannacht uitkomen, maar dat is niet gelukt. Die komt nog ergens over een uurtje of twee of zo uit. Dus mijn plan voor nu is om eerst wat dingen te gaan dyen en dan een megalodon te tamen. Zodat we nou, ja, het water toe kunnen, zeg maar, fatsoenlijk. En alles kunnen bekijken wat nieuw is in de game. Want er komen twee nieuwe waterdino's in. Dus dat is de planning voor deze part. Dan weet je in ieder geval wat de bedoeling is. Dat is op zich volgens mij wel interessant om te weten. Voor de rest kun je ook een water jar maken. Die werkt beter dan een water skin. Maar die is dus zwaar. Dat hebben we de vorige keer ook al over gehad. Dus vandaar dat ik het nut er niet van in zag. Hier moet wel even 40 van zijn. Metal ceiling hebben we een blueprint voor. Dus daar zie ik het nut niet van in. Een sarco is een krokodil. Maar die hebben we toch niet, dus dat boeit me niet zoveel. Dus voor de rest laat ik even zoals het is, denk ik. En ja, laten we eerst even alle shit maar neerflikkeren waar het in hoort. Want dit zijn allemaal seeds. Stimberries, je krijgt er zoveel zooi van. Dat is echt prachtig, ik wil dat. De waterskin kunnen we nou leren. Eens even kijken. Hide and fiber, oké, dat hebben we genoeg. Dus dat is perfect. Oké, laten we maar eens even bezig gaan. Even kijken of het lukt. Ik ben benieuwd. We moeten dus eerst ook allemaal nog vullen. Hide. Neem gewoon heel veel hide mee. Is dat hier nou een narcotic in?
Oh ja, waarom zit jij hierin? Nee, het zal wel. En fiber. Obsidian had ik hierin geflikkerd. En dan moeten we heel veel water skins maken. Ik wil denk ik 6 keer painten. Voor eerst. Ja, laten we eerst maar 6 keer gaan painten. Dat lijkt mij een goed aantal. Gaan we gelijk even terug. Flikker even de wood hierin. Dat hebben we toch niet nodig. Thatcher eigenlijk ook niet. Oké, dan moeten er nog 2 gemaakt worden. En dan kunnen we de fiber weer terug dumpen. Duurt lang game. Dan moet ik mijn crafting speed upgraden. Maar daar zag ik nooit echt een nut van in. Even de hide daar neer flikkeren. Oh, game heeft Ebola. Oh ja, we hebben dus water skins. Dan moeten we die even vullen. Dus moeten we even naar die quick slots toe. Cook meat mag wel even daar naartoe. Niet dat het eigenlijk uitmaakt dat ik mijn volle water skin nu omzet naar een die shit. Want we krijgen het toch weer terug. Ga weg, fish. Ah ja, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, de kompas wil ik niet hebben, dank u. Oké, dus die zijn allemaal vol. Die is gewoon voor mijn eigen ding. Dus die houden we wel even, maar het is wel handig als die vol is. Hey, ik ben benieuwd. Normaal gesproken moest je... kut, moet ook charcoal hebben. Hoeveel heb jij al? 22 charcoal. Helemaal prima. Ik had nog meer charcoal in mijn kistje, maar... 22 zal genoeg zijn, neem ik aan. De water skin. En... narco berries voor eerst. We moeten toch ook volgens mij kunnen lighten? Dan moeten we dan niet... Volgens mij moeten we echt gewoon wood erin gooien. Terwijl ik last van charcoal, maar anders kunnen we toch niet... Kijk, nou kunnen we light fire doen. Nee, het zal wel. Ah ja, we zien het wel. Ik ben benieuwd of er een die ontstaat. De water skin gaat dus weg, als het goed is. Dit is, dit wordt de afdeling wachten met black. Oh nee, toch niet. Black coloring, we hebben het nu al. Wauw. Wait, what? Die water skin die leeft gewoon nog? You serious? Zal ik nou een nieuwe water erin gooien, dan heb ik die water skin, die houden we. Oké, ik had begrepen dat die water skin weggaat. Nou ja, daar hebben we heel veel water skins, hè. Fuck it. Altijd handig voor een hele lange tocht. Waar we water moeten hebben. Ah ja, dat is niet slecht. Ik zeg eerlijk. Prima. Dan hebben we black coloring. 10 keer is dat trouwens niet een beetje heel veel. We gaan nu naar 15 toe. Ah, fuck it. Hoeveel bestjes gaan er eigenlijk af? Even kijken. Dingen ontdekken met black. Oké, dat is 15? Ja. 15. En dat is een straaljager. Oké, de black coloring gaat er even uit. Ik wil ook rood natuurlijk. Dus dan gaan wij... Dat is nog een straaljager die dichterbij zit. Altijd zo leuk. Ik vond al als kind al dat we straaljagers overgingen. Ik wil eerder ook al de straaljagerpiloot worden. Ik vond het zo fucking awesome. Ik vond het echt mooi. Het leek me echt cool. Vooral omdat ze echt heel vaak hier overheen vlogen. En dat komt omdat dit een aanvliegroute is voor de testbaan, zeg maar. Het zijn allemaal gewoon testvluchten en oefenvluchten en shit. Maar... Allee, dat is dat. Dus dan kan dat eruit. Charcoal kan eruit. De charcoal werd wel minder volgens mij, toch? Ze dus moeten ook wel charcoal hebben. Nou, we gooien alle bestjes hier even bij in. Narcos. Azul. Amar. Medio. En ik flikker ook wel water skins hierin. Maar niet. Hebben we altijd water skins bij ons. Super handig. Daar wordt iedereen blij van. Meer water skins was het niet in. Nope. Oké. Nou, dan hebben we er zelf 4 bij ons. Omdat het kan. Flikker is wel een andere kist. Ah ja, eens even kijken. Even de paintbrush ophalen. Waar stond dat ding hier, denk ik? Yep. Oké. Paintbrush. Oké, hier uit. Allee, nou kunnen we als goed is dingen painten. Door het zo... Ja, zie. We kunnen bijvoorbeeld de pike painten. Oké, ik wil meer zwart painten. En dan kun je aanklikken wat je wil hebben. Color region 1. Dit is dus een speer. En dit is het zwarte deel. Dat is... Oké, dat is het steekdeel. Dus ik zeg die item. Dan is er echt gewoon 1 black coloring af. Dan gaan we voor color region 2. Die item. En dan ga ik vervolgens hiermee.
Voor de punt. Die item. Klopt dat nou? Volgens mij heb ik... Is één ding wel überhaupt zwart? Nou ja. Ah, het is zo zwart als die wat. Oké, dus als het goed is... Is nu als ik naar Pike ga... Oh, wow, dat ziet er zo fucking cool uit. Wil je het zien? Dat is fucking episch. Even in de selfie cam. Kijk eens even naar boven, jongen. Oh, wacht, uitzoomen, dat werkt ook. Dat ziet er... Wow, dat ding is fucking shiny. Dat ziet er zo cool uit. Dat ziet er echt fucking awesome uit. Het ziet echt uit als een soort lightsaber. Dat is echt awesome. Dat is echt awesome. Dat is echt fucking awesome. Allee, dat vind ik tenminste, maar ja. Ik verzin het natuurlijk en ik maak het. De paintbrush. Ik weet niet hoe lang dat ding meegaat. Het ziet er wel schattig uit. Gaan we onze beest zwart maken? Ja, we gaan onze beest zwart maken. Paintbrush. Consume black coloring. Oké, hij is nou de zwart. De paintbrush ding is het daadwerkelijk zwart. Beginnen we met deze pilaar. Ah, en dan kunnen we eigenlijk kiezen wat we zwart willen hebben. Twee regions zelfs. Oké, dus dat. En dit. Ah ja, en dat is de zwarte paint. Dat is serieus alles wat hij paint. Er komt niks bij. Ik kan de rest wel aanklikken, maar dat doet gewoon niks. Is dat de hele pilaar trouwens? Alle kanten. Ja. Oké. Okay. Gaan we de muur eens proberen. Is leuk, joh. Paint met black. Waarom is het niet zo heel fel wat ik eigenlijk hoopte? Volgens mij is mijn paintbrush op, of niet? Nee, mijn paintbrush is niet op. Waar de fuck is hij gepaint? Hij is aan de binnenkant gepaint ook. Waarom paint hij de buitenkant niet? Hé, hey, vriend, paint de buitenkant eens. Wacht, als ik van deze kant sla dan. Nope. Ik zie... Oh, wacht, misschien is dit de buitenkant. Dan zien we dat niet. Ja, yep, dat is de buitenkant. No mind. We konden het ronddraaien namelijk. Je kunt dit... Kun je ronddraaien, dan kun je zien waar hij wel wat paint. Dus dit is nou zwart. Volgens hun is dit in en in zwart. Ik vind het niet echt in en in zwart, maar oké. Okay. Dat valt mij een beetje tegen, om eens te zijn. We gooien nou een rode paintbrush. Hé, dat zwarte zit er nog in. Dat is ook wel cool. Leuk detail. De deur. Als dat kan. Oké, die item. Die item. En de andere kant van de deur is goed dus nu. Allright, dus we hebben nou een rode deur in een zwart kozijn. Of een kozijn, ja, soort van. Doorframe. Dat ziet er wel cool uit, maar... Ja... Yeah. Ik had gehoopt dat hij helemaal volledig geverfd zou zijn. Zou het werken als ik nog een keer paint erop gooi? Paint het dan meer? Nope. Helemaal niks. Dat vind ik echt jammer. Dat vind ik echt spijtig. Maar laat even weten wat jij ervan vindt. Ik vind het tenminste jammer. Dat het niet zo mooi werkt. Kan ik dit ook painten? Oh ja. Oh ja, dat is wel cool. Oké, nou lijkt dit echt een heel bloederig bot. Dat is helemaal mooi. Geen idee wat dit de color region is. Het zal de achterkant zijn, neem ik aan. Oh, dat is de tekst. Oh, kut. Nou ja, fuck it. Fuck it. Ah ja, we hebben wat dingen geleerd. Het painten is leuk. Ik moet het toegeven, het is wel cool. Maar zwart zie je haast niet. Dus je moet echt wel een andere kleur pakken dan zwart. Dus eventueel wit met rood dan. Als dat wel heel erg opvalt. Maar op zich, het werkt wel goed. Het is leuk dat het erin zit. We gaan nu even Charmander's en zadel eraf pakken. En dan eens even Charmander's zadel kleuren. En eens even kijken. Dit zwart of maken we dat rood? Goeie vraag. Wat is dit? Wat is deze plek volgens mij? Ik heb geen idee wat we eigenlijk kleuren. Dit zijn die kleine dingen. Die zouden cool zijn. Rood, denk ik. We gaan even naar deze toe. We pakken eerst even rood. Kunnen we beter zien wat er gebeurt. Oké, okay, dit is dus rood. Dat vind ik wel cool. Oké. Okay. Dan nog eens even kijken. Wat verandert er qua kleur? Dat zadelding. Ja, het zadelding verandert naar rood. Ik heb geen idee wat hier verandert. Oké, okay, dit is het hele ding. Dat wisten we. Dat wil ik sowieso niet rood hebben. Ook al past het eigenlijk wel bij Charmander. Maar ik heb dat liever zwart, denk ik. Maar de vraag is, wat voor kleur dit? Ik heb geen idee wat hier kleurt. Oh jawel, dit. Die bovenkant. Oké, dat kleuren we ook in rood. Dan gaan we nu naar zwart toe. Dan maken we het hele zadel zwart.
En dan dat andere ding. Niet dat, maar dit. Het zadelstuk zelf, of maken we dat juist nou weer rood? De keuzes. Painten met black ass. Oh, zo leuk. Dit maken we ook wel voor rood. Allright, dus jij hebt nou een totaal ander zadel normaal. Oh, wauw, dat ziet er cool uit. Dat ziet er wel een beetje SM-achtig uit. Maar het ziet er wel fucking cool uit. Het past wel bij Charmander. Ik, dat is best wel fucking awesome. Ik vind het painten fucking ziek nu. Ik vind het leuk. Ik wil alles painten wat ik nu zie. En dit is super simpel om te maken. Je hebt dus niet al die fucking water skins nodig. Het is alleen makkelijker als je heel veel dingen wilt painten als je heel veel water skins hebt. Dus het is niet echt verloren gegaan. Dus dat is wel goed. We gaan alsnog, ik vind dat lelijk met die tekst. Dus we gaan even dat door die paintbrush gooien. En dat was dus color region nummer 6. Oh wow, dat in zwart is helemaal niet mooi. Handig. Nou ja, maakt niet uit. Kunnen we die standing torches ook painten? Nee. Oké, deze muur ook nog even painten. Die item. Ik ben benieuwd of we het plafond ook kunnen painten. Oké, dus dat is ook zwart. Kunnen we het plafond painten? Oh ja. Oké, die item. We hebben nog genoeg paint erop zitten. Nou, het is wel cool. Painten is wel awesome. Vooral voor een zadel. Zoals voor Charmander. Dat ziet er fucking awesome uit, vind ik. Dat ziet er echt fucking ziek uit. Kunnen we Trikey ook? Tuurlijk kan we Trikey. Kunnen we Trikey ook painten? Nee, dat niet. Jammer. Allee, we gaan eens even de Trike zadel painten. Puur omdat het kan. We zijn nou toch lekker bezig. Dat zijn al die straps. Ik kan beter eerst weer rood pakken. Waarom? Dat je dan beter kunt zien wat er verandert. Dus dat is in principe het hele ding, oké? Dat hoeft niet per se. Wat is dat? Ah, dat is het eerste zadelstuk. Ja, dit is de buitenste ring. Dat is de binnenring. En dat is het zadelstukje zelf. Oh ja, maak je dat rood? Je hebt ook best wel veel coloring eigenlijk. Je kunt best wel veel dingen ermee doen. Ik zeg eerlijk. Dat is niet slecht. Wat painte dit ook alweer? Was dat juist die buitenring? Dat was die buitenring volgens mij. Deze zocht ik eigenlijk. Die vind ik op zich ook wel cool. Leuk hè. Keuze maken met plekken. Dat is echt het ergste wat je ooit kunt doen. Ah, ja, de rest gaat denk ik allemaal gewoon zwart. Dit in ieder geval. Het volgende ding ook wat nou nog geel is. Mag voor mij ook echt zwart worden. Dit dus. Oh, en volgens mij moeten we dan nog één ding wat eigenlijk niet heel veel uitmaakt. Dat is volgens mij region 4. Ik denk dat het region 4 is, of 2. Het zal 2 zijn, denk ik. Ah ja, terug het zadel erop. Ah ja, dat ziet er best wel cool uit. Terwijl we erop rijden. Oeps. Dat ziet er best wel awesome uit. Het past alleen niet echt bij, bij Spikey. Maar omdat hij andere kleuren heeft. Hij heeft groen natuurlijk op zijn lichaam en shit. Maar het is wel fucking ziek. Bij Redbat zal dat mooi zijn. Oké, we gaan even naar Redbat. Ik hoop dat jullie dit painten leuk vinden. Anders is het fucked up voor jullie. Waar is Redbat eigenlijk? Waarom staan jullie allemaal hier? Waar de fuck is Redbat? Oh, daar. What the fucker, waarom sta je zo ver weg? En de planning was dan om een Megalodon te gaan tamen in deze part. Sorry, dat wordt de volgende part. Ik heb te veel plezier met painten. Zoals ik zei, ik hoop echt dat jullie dit leuke part vinden. Het is een keer wat anders in ieder geval. En ik vind die Pike sowieso cool. We gaan die boze meteen ook wel even painten. Ik vermaak me echt te veel met painten. Oh, kut. Ik pak weer zwart. We moeten natuurlijk rood hebben. Oké, dit is helemaal rood. Hoe ziet Redbat er eigenlijk uit? Zullen we even goed kijken. Jij hebt daar van dat... Je bent niet echt rood. Dat is spijtig haal. Eigenlijk had het echt fel rood moeten zijn, man. Ik moet die flows een beetje in de gaten houden namelijk. Rood daarop. Dus even kijken. Dat maakt het zadelstuk rood. Oké. Dat maakt, weet ik niet wat, rood. Ah, die teugels. Dit zijn de teugels. Die wil ik wel rood hebben. Dat lijkt me wel cool. Die dingen rood vond ik ook wel leuk bij Charmander. Ik weet niet wat hier rood wordt. Ah, het zadelstuk. Maken we ook wel rood. En dan is de rest volgens mij zwart. Zoals het hele zadelding. En... Ja, dat zijn de teugels. En dan 6 alleen, toch? Yep. Ziet er weer... Ik weet niet. Ik krijg wel echt zo'n SM-gevoel bij die dingen. Wauw, dat ziet er wel cool uit.
helemaal zwart met een paar van die rode accenten. Het past heel mooi bij het YouTube gebeuren. Dat is wel cool. Het ziet er echt cool uit. Vooral aan zijn pootjes. Bij zijn snavel ook eigenlijk, al die rode dingen. Maar zijn pootjes ook. Het valt echt op, dat rode. Dat is fucking cool. Dat painten maakt het zoveel persoonlijker. Ik weet niet. Het ziet er zoveel beter uit, normaal. Mening. Maar ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat even weten welke paint jij zou gebruiken. Welke kleuren nagekend. Of je dit mooi vindt. Qua paint type. Ik vind het namelijk een fucking awesome eruit zien. Ik vind het echt fucking ziek. Parapietje kunnen we natuurlijk ook painten. Maar ja, fuck parapietje. Jack Sparrow moet ik nog van naam veranderen. Naar... Oh, verkeerde toets. Oh, je hebt nog metal bij je. Motherfucker. Oh, oké. We zijn niet al te zwaar. Dat scheelt. Change name. Naar... Oh, rood kapje. Rood kapje. En mijn doel voor de T-Rex is, aangezien we ooit echt wel een T-Rex gaan temen, is om een witte T-Rex te temen. Die vond ik namelijk wel cool uitzien en die wil ik dan Sneeuwwitje noemen. Dat klinkt zo onschuldig en lief. En de T-Rex is alles behalve onschuldig en lief. Wat ik ook kan doen, ik weet niet hoeveel zwart ik nog in die paintbrush heb. Die paal in het rood vind ik op zich wel cool. Even kijken. Coloring. Oh, kut. Verkeerde. Bleh, paniek. Coloring op de paintbrush. En dan de letters in het rood. Kijk, dat staat nog wel. Dat staat niet helemaal geweldig, maar het staat beter. Verder kunnen we niet echt painten hier, hè. Jammer. Kunnen we die foundation painten, denk je? Oh, een crouchje. Je hebt de wood floor. Kun je echt een vloer painten dan? Oh my god, dat ziet er bloederig uit. Alright, die item. Lekker rood. Dit is de onderkant ervan. En dan kunnen we de vloer eventueel zwart maken. Dat ziet er wel cool uit. Ik zeg, op die foundation ziet het er beter uit. Omdat het meer opvalt ofzo. Dat rode valt sowieso meer op dan dat zwarte natuurlijk. Maar dat is wel cool. De hele toren daar, vanaf de onderkant. Zeg maar dat je rood kijkt en voor de rest allemaal zwart. Dat zou cool zijn. Maar we gaan ook nog even de boog painten. Dat kan ook gewoon vanaf hier. Doe eerst wel weer rood, dan kunnen we zien wat we painten. Oké, de hele boog rood. Het touwtje rood. Oké. Touwtje rood vind ik wel cool. De handgreep vind ik ook wel mooi in het rood. Tenminste, ik noem het maar even een handgreep. Die dingen ook rood. Dat is wel cool. En dan alleen dit deel zwart. Allright, eens even kijken hoe dat eruit ziet. Oh. Het is een beetje lelijk zwart gepaint, maar voor de rest, met een Trank Arrow erin, ziet dat er wel cool uit. Het idee erachter is sowieso cool. We kunnen natuurlijk ook, zoals hij, onze armor painten. Ik denk dat dat heel lelijk is, maar we zullen eens even kijken. Dan krijg je echt volgens mij rare dingen. We kunnen die flapjes rood maken. Het kan wel cool zijn, maar ik weet niet. Het is wel cool dat je allerlei regio's hebt die je kunt aanklikken wat je wil painten. Dat vind ik wel heel erg awesome. Dus even kijken of we het met de pik kunnen veranderen. Dat rood. Het hele ding rood maken. Wauw. Dat is wel iets te. En wat is dit? What the fuck doet dat? Ik heb echt geen idee wat dat rood kleurt. Alright. Dat was wel cool. Tenminste, ik vind het wel heel erg fucking cool. Ik ga de metal nog even in de furnace gooien eigenlijk. En we gaan dan dus in de volgende part gaan wij met deze nieuwe boog, die er heel erg mooi uitziet, gaan wij een Megalodon themen als het allemaal mee zit. En dan zijn we ook allemaal blij. Hebben we ook een waterdier waar we op kunnen... Nou ja, we kunnen er nog niet op rijden volgens mij, maar in ieder geval wat we getamed hebben. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik hoop dat je dit een leuke part vond, ondanks dat het eigenlijk de hele tijd bij de base is en alleen maar een beetje painten. Maar ja, het is een keer wat anders. Laat even weten wat je ervan vond in de comments. Wat je van de zadels vindt. En ik ben zeer benieuwd. En ik hoop jullie te zien in de volgende video. Laters.